Dus een gedoogconstructie waarin... Lijkt mij heel verstandig, heel, maar wel daaraan meewerken. Want dat is ook wat... Kijk, rechtse kiezers die verwachten met name... dat de instroom van asiel en migratie omlaag gaat. Ik denk dat dat het belangrijkste thema voor ons is geworden. Maar dat is bijna niet haalbaar. Als je heel... daar heb je Europa voor nodig. Dat is in het verleden heel moeilijk gebleken. Maar als Geert denkt dat hij dat wel gaat redden... dan denk ik dat wij daar heel positief tegenover moeten staan. En laat hij, misschien dat hij meer bereikt dan de afgelopen kabinetten. Wat ik nou echt niet begrijp... waarom wordt nou dat verhaal steeds verteld over die zetels die verloren zijn? Op twee punten. Mm-hmm. Dylan Jezukus heeft voor de verkiezingen al gezegd... ik wil niet met Wilders in een kabinet. Kan ze gewoon herhalen. Ik heb het gezegd, u had het kunnen weten. Als u Wilders had willen hebben, had u op Wilders moeten stemmen... niet op de VVD. En... hebben heel veel mensen heel veel VVD'ers gedaan. Je kan toch ook gewoon rustig zeggen... als echte liberaal kunnen wij niet met de PVV samen gaan regeren... Nou, volgens mij, de fractie gaat over waar ze zelf over gaan. Ik heb ooit in een fractie gezeten waarbij ik er niet voor was... om in de coalitie ook de VVD of ook de PVV te hebben. Maar dat nu gaat toch, hoop ik... Omgekeerd. Nu is de situatie omgekeerd en dan is het heel helder... op het moment dat de PVV zo duidelijk gewonnen heeft... we hebben nu nog 1,5 miljoen kiezers... en voor die 1,5 miljoen kiezers moeten wij het beste eruit weten te halen. Dus voor de VVD geldt, je weet dat je nu een paar keer... met andere coalities hebt geprobeerd om de instroom omlaag te brengen. Dat heeft ook te maken met internationale omstandigheden... Maar als dat is wat de kiezer wenst... dan moet je dat soort plannen moet je zo, ja, zo positief mogelijk bereiken. Dat kan ook vanuit de gedoogde. Maar dan krijg je toch een heel klein rechts verhaal krijg je... waarop rechts zijn alleen nog maar om migratie gaat. Ja, maar misschien mag ik nu even inbreken. Ja. Nou, ja. Oké, vooruit. Ja. Ja. Ik ben co-host, meneer. Ja, dat weet ik. Ja. Dus maar je vergeet steeds je microfoon. Dus, ja. Maar ik heb hem nu... Ja, je hebt nu te pakken. Ja, nog even over die gedoogconstructie. Hè. Zie je, het liefst had ik ook gehad dat de VVD had gezegd... met een partij als die van Wilders gaan we niet samenwerken. Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma... dat druipt van racisme, van afkeer, van andere bevolkingsgroeperingen. Dat deugt gewoon niet. Maar nu de situatie is zoals ze is... krijgen we de vraag of wij iets gaan gedogen. En gedogen betekent in mijn... visie. Niet dat je nog afspraken gaat maken met Wilders over op welke punten gaan we gedogen. Je gaat dus niet onderhandelen met hem over een programma, op geen enkele manier. Ook niet over vreemdelingen. Wat je zegt, bij het eerste optreden van een kabinet Wilders, als dat mogen komen, zullen we het niet onmiddellijk wegsturen. Maar wat jij ziet dus nou verteld. En daarna ben je dus helemaal vrij om zo'n kabinet te beoordelen op welk voorstel dan ook op vluchtelingen. Dan ga je cherrypicken, de dingen waar je nog wel een beetje op kan scoren. Zal ik eens even iets vertellen over de vorige keer? De vorige keer had je een VVD-CDA-kabinet. Dat was de eerste keer dat Rutte en de VVD de verkiezingen wonnen... en dus de VVD ook het torentje kreeg. Toen hebben we een minderheidskabinet gemaakt... en daar heeft de PVV gedoogd. En de PVV vond dat een prima afspraak en wij omgekeerd ook. Dan hadden we een regeerakkoord waarbij we op 4... hoofdstukken werden er afspraken gemaakt. Daar kon Wilders aan meedoen. En daar, daar moesten wij ook aan gehouden worden. En op alle andere hoofdstukken was het een vrije kwestie. Dus die afspraken zijn helemaal niet raar. Hij heeft ze zelf ook gemaakt. En ik vind het des te meer normaal. Kijk, de VVD is van 3 miljoen naar 1,5 miljoen kiezers gegaan. Ja, als je die consequentie niet wil trekken, dan vind ik het verwijt dat we alleen maar daar zitten voor de macht en voor plusje, vind ik nogal voor de hand liggen. Ja, dat klopt. En daarbij zijn de bewindspersonen van de VVD 13 jaar lang door de PVV... Jij zegt het, je levert alle argumenten aangevallen. Zelf aan. Ja, maar je wil dus gaan gedogen. Maar mijn vraag is, waarop dan? Want je vindt elkaar alleen op migratie, op buitenlandbeleid vind je elkaar. Maar dat was de vraag. Financiën vind je elkaar niet, klimaat vind je elkaar niet, stikstof vind je elkaar niet. Maar even voor alle duidelijkheid, ik vind dat het te snel gaat. Want ik zou geen inhoudelijke afspraken willen maken met de PVV. Want als je eenmaal één afspraak maakt... dan word je weer verleid tot de volgende afspraak. Dan werk je toch mee. Nee, ik vind dat de principiële lijn moet zijn... we sturen het kabinet niet onmiddellijk weg. U heeft uw eigen regeerprogramma... en wij bekijken per onderdeel van het regeerprogramma... Cherrypicking. Of het is wel of niet. Nee, het is cherrypicking. Maar het land is in verval op dit moment. Het gaat niet goed. We hebben echt een oplossing nodig. Er moeten wat dingen gebeuren. Als we nou weer al die spelletjes gaan spelen met elkaar... schieten we er dan mee op. Jij noemt het spelletjes. Ja. En omdat je het spelletjes noemt, wordt het gevreemd. Gaan mensen daarmee... Het is geen spelletje. Het is volgens mij de meest natuurlijke uitkomst. Meneer Omtzigt die wilde een minderheidsregering. Daar kan hij nu voor kiezen. BBB had al aangegeven dat ze met de PVV... zijn ze ook voor de verkiezingen. Dylan Jezil
Jurgens heeft gezegd, ik ga niet onder premier Wilders. Ja, dat is de laatste dag. Alle drie kunnen zich nu keurig aan hun woord houden. En Jurgens heeft dat al gedaan. Dus die toont leiderschap. Die laat direct weten waar het eerste deur opengezet. Met Brekelman, ze laten zelf ook. Dat is weer een andere kwestie. Maar ze heeft gezegd, niet onder een premier Wilders. Nou, de laatste dag, toen ze zag dat het mis kon gaan. Nee, toen ze die vraag kreeg van Sven Kokkelman. Ja, maar toen was wel duidelijk dat hij die laatste week... Dan had jij hem misschien eerder moeten stellen. Had je wellicht eerder dat nieuws gehad. Maar goed. Maar toen speelde dat nog niet. Want de peilingen gaven toen nog niet aan dat de PVV zo groot dreigde te worden. Dat was pas in die laatste paar dagen. Je kon wel zien dat de PVV ook aan het stijgen was. Ja, maar niet op die mate.